Gezellig dat je er weer bent. Vandaag neem ik je mee in een plant house tour. Dus let's go! Ik ga hier beginnen. Hier heb ik een Tradescanita hangen. Dit is een kruipplant wel, niet echt een hangplantje. Het wordt best wel lang. Maar super cute. Hier een pannenkoekplantje. Met een potje die een vriendinnetje voor mij heeft geschilderd. Hieronder heb ik... ik weet eigenlijk niet wat voor plantje dit is. Dat hangt al een tijdje zo op deze manier. Nog zo'n Tradescanita. Dat weet ik eigenlijk ook niet wat het is. Dit is ook niet wat het is. Lekker handig. En hier een mini aloe vera. Deze ook zo eentje. Ik heb er wel meerdere van. Deze vind ik wel denk ik het coolste. Samen met die hetzelfde. Hier heb ik een stippenbegonia. Begonia maculata is dit. Met super veel nieuwe bladeren. En we zitten nu in februari. Allemaal nieuwe bladeren. Nieuwe knoppen ook. Hier een knop, daar een knop, daar een knop. Allemaal nieuwe knoppen. Hierachter ook een nieuwe. Dus deze doet wel het echt super goed. Hier een pannenkoekplant. En deze heb ik vorige keer gescoord. Een pannenkoek variegata. Hier ben ik echt zo blij mee. Super trots op wel. Super cute. Dan deze kast. Hier heb ik een Epipremnum aureum. Ook wel de Golden Pothos genoemd. Hij hangt helemaal daar. En toen ik hem kocht, hing die denk ik ongeveer tot hier. Dus hier heeft hij al zo'n 8 nieuwe bladeren laten groeien. En ja, daar ook. Dan heb ik hier nog meer van die Tradescanita plantjes. Ik noem hem de vaderplant, de daddy noem ik hem. Die is echt ook weer mooi aan het groeien. Deze heb ik gered van de tripsplaag. Maar hij gaat super goed en echt super lang ook wel weer. Dus ik kan hem weer knippen, worteltjes laten groeien en dan weer erbij zetten. Dat doet hij best wel snel ook. Super mooi. Hier heb ik de ZZ-plant, de Zizi plant. Deze is echt super makkelijk. Het wordt wel een beetje donker. Deze is ook heel makkelijk. Die heeft in de wortels heeft hij een soort knollen zitten en daar slaat hij water in op. Dus die heeft ook niet zo heel veel water nodig. Dit is echt een ideale plant. Heerlijk. Je kan hem overal neerzetten. Hij doet super goed. En hier een Monstera Monkey Mask. Die heb ik al in een vorige video behandeld. En die doet het super goed in het water met zijn mooie blaadjes. Alleen dit blaadje heeft het helaas niet gered. Oh, super jammer. Maar oké, hij heeft super veel mooie nieuwe groeipunten. Dus dat komt wel goed. Dan heb ik hier een graslelie. Deze groeien ook echt super snel. Want die had ik toen ik hem had gestekt. Toen was hij echt denk ik zo hoog. Echt zo'n inimini kluitje was het. Met meerdere babytjes. En die is nu zo mooi groot gegroeid. En die staat op een constructie van meerdere potten. Dus op een gegeven moment moet hij toch echt ergens anders staan als ik ga verpotten. Maar dat zien we dan later wel. En dan gaan we naar het vensterbank. Met mijn troepbalkon. Helaas. Maar dat zijn allemaal plantendingen. En daar zie je mijn dode kokospalm. Die in zo'n grote pot zat. Helaas. Maar oké. Hier heb ik een babytje van een pannenkoekplant. Deze zal mooi gaan groeien. Hier een inimini stukje wat eruit komt. En hier ook een stukje. Hier een Sedum Borito met allemaal nieuwe worteltjes. Super leuk. Daar zie je er al een paar mooie worteltjes. Die hopen dat dat slaagt en dan wordt dat ook weer wat moois.
Hier een stekje allemaal blaadjes van de dubbeltjesboom. Die zijn ook allemaal worteltjes aan het groeien. Dus hopen dat dat ook wel weer een leuk projectje wordt. Hier een Sansevieria laurenti. Deze heb ik gekregen met alleen deze. En die is daar heel sneaky bij gaan groeien. Heel de pot is vaal geworden. Super grappig. Maar hij doet het super goed en ze zijn alweer bijna even groot. Dan heb ik hier een plantje van een stekjesbox heb ik gekregen. Ik heb geen idee wat het is. Hopen dat ik daar ooit een keer achter kom. Dan heb ik hier een Euphorbia lactea. Deze is ook wel heel leuk en die heeft van het voorjaar gebloeid. Het bloeit nog steeds. Hier nog een babypannenkoek. Hier nog een Sansevieria. Super goed, met nieuwe bladeren erin. Hier een Peperomia albovitata. Daar heb ik twee van deze blaadjes in water gezet. En daar kwamen al deze blaadjes uit. Dus dit is ook een geslaagd projectje. Hier nog een pannenkoekplantje. Met een zielige lange steel, maar wel veel blaadjes nog. En dan hier mijn stekjesstation. hier met een blaadje, een zielige Syngonium Pink Splash. Stekjes. Één stekje in wat water. En in de zak zit een avocado pit. Dat is een project. Dat is de eerste keer dat ik dit ga proberen, dus hopen dat dat lukt. Verder zit daar gewoon perliet in. En wat sphagnum mos. Op tafel heb ik een mooie black velvet staan. In een zelf geschilderd potje. En dan hier nog een pannenkoekplant. Met wel ja, drie blaadjes. Super zielig. Maar misschien kan ik hem vanaf hier knippen. En dan dat hij dan vanuit daar gaat groeien. En dan een Sterizia Nicolai. Met hier het nieuwste blad en hier een blad wat er aankomt. Hier heb ik een aglomema. Deze heeft van de zomer tot aan, ik denk december, super veel gebloeid. Vraag me niet hoe, maar ik heb ze wel allemaal eraf geknipt. Hij doet het echt super goed en hij blijft nieuwe blaadjes maken. Dus dit is wel echt een hele mooie. Hier een Syngonium Palladium. En hier nog een Sansevieria. Hier een Epipremnum Happy Leaf. Deze is echt super cute. Moet ik er nog even afknippen, maar echt heel lief. En dan dit plantje heet de Heptapleurum arbokiola. De Gold Capella ook wel genoemd. Deze heb je dus helemaal in het groen, maar ook met superveel wit erin. Dit is een van de nieuwste blaadjes. En er komt dus ook weer een nieuwe aan. Super cute. Hij doet het super goed. Hij heeft wel wat bladeren laten vallen, helaas wat takkies. Maar vooralsnog, het is nog winter. Ik denk dat ik hem even moet draaien, want hij staat voller aan de achterkant dan aan de voorkant. Zo, kijk, nou ziet hij er een stuk mooier uit. Ja, dit is toch wel een heel mooi plantje. We gaan door naar de woonkamer. Hier heb ik een Peperomia verticala. Deze ben ik een klein beetje vergeten. Ik heb hem net water gegeven en hopen dat hij weer een beetje opkomt. Want hij ziet er nu wel echt heel zielig uit. Dan heb ik hier naast de Bath & Body Works kaars. Heb ik de Peperomia nivalis. Dit is een super cute blaadje. Daarachter staat de Myrtilocactus. Die is super cute. Kleine nippeltjes heeft hij. Daarnaast deze prachtige hier nog een Epipremnum aureum. Deze is aan het klimmen.
En deze heb ik dus van vrienden gekregen. Heb ik helemaal kaal geknipt. En die heeft dus, zoals je ziet, alweer mooie nieuwe blaadjes gekregen. En er komen al een heleboel eraan. Dus dit is toch wel een trots. Met aan de bovenkant ook allemaal nieuwe blaadjes. Dan heb ik hier een Calathea. Wat ik in de vorige video zei dat ik die niet zo heel erg leuk vind. Maar ik heb deze gekregen van mijn vriend. Ja, voor Valentijnsdag. Dit is een Calathea Stromante Italia. De Magic Star ook nog wel eens genoemd. En dan heb ik hier nog een mini ficus elastica. Met een mini blaadje die er aankomt. En dan hier nog een Alocasia Lauterbachia. Vind ik ook wel heel cool. Met zo'n mooie koele bladeren. Dan heb ik hier nog een kastje. Met hier een ficus. Die het niet zo heel erg goed doet. Dit is de ficus Auri. Ik weet niet hoe je dat zegt. Met nog een stekje van een Epipremnum Golden Pothos. Hier een stekje van de pannenkoekplant. Ik heb echt veel pannenkoekplantjes, hè. En hier een stuk van de moederpannenkoekplant. Hier op de salontafel heb ik een Syngonium Mojito. Met hier een blad wat al bijna uitgerold is. En hier nog een nieuw blaadje. Super cute. Met hier een Havortia. En hier een Caladium. Hilo Beauty. En op de pot toen ik hem kocht stond er Alocasia. Dit schijnt dus een soort combinatie te zijn tussen een Caladium en een Alocasia. Maar het is dus een Hilo Beauty. Super cute met al die vlekjes. Dan heb ik hier Monstera Deliciosa. Die is echt super erg aan groeien deze zomer en de lente. En hij hangt er nu iets zieliger bij. Maar ja, dat komt omdat het nu winter is. Het is koud. Hij krijgt niet zo heel veel licht meer. Maar toch heeft hij een nieuw blad gekregen. Maar het is er dan weer zo uitgekomen. En dat is dan wel weer heel erg jammer. Oh, ik moet even uitzoeken hoe dat komt. Dat hij zo is. Maar ja, heel vervelend. Ik heb al een aantal stukken eraf geknipt. Omdat ze echt niet meer te doen waren. Net als deze. Die is ook al geel aan het worden. Maar toch heeft hij mooie bladeren nog. Dan heb ik hier achter nog een ficus staan. Een tabaksplant. Ik noem hem de tabaka. En hierboven heb ik een vogelnestvaren. Een mini. Hier heb ik een Syngonium Pink Splash. Deze is ook super cute met mooie roze bladeren en groen. Dit blad vind ik wel heel cool. Met dat donkergroen en dat donkerroze. Heeft wat meer licht nodig. Ik wil hier wel een groeilamp plaatsen zodat hij meer licht krijgt. En dit is ook wel een trots. Dit is een lelieplant. Die kennen jullie denk ik wel met die mooie witte bloemetjes. Maar dan variegata. Die vind ik ook wel heel erg cool. Met een nieuw blad. Met superveel wit. En deze heeft ook superveel wit. Moet even een beetje afknippen. Ja, dit is ook wel een hele coole. Nog een mini pannenkoekplantje. Nog een stukje ervan. En een Sebrina. In een zak. Ja. Ik moet er nog een pot voor vinden. En die flesjes staan daar omdat ze de hele tijd omvalt. Dus het ziet er een beetje gek uit. Maar ik moet nog acclimatiseren. Dus het komt hopelijk binnenkort wel goed. En dan gaan we door naar een kamertje. Waar mijn vriend een game area heeft. En ik een beauty area. Daar staan ook een paar plantjes. Er zijn er niet heel veel, maar toch een paar. Hier een Peperomia Watermelon. Super cute. En die doet het echt heel erg goed. Ook nu nog in de winter. En dan straks zal die het nog beter doen. Van de lente en in de zomer heeft hij zelfs bloemetjes gehad. Dus dat is ook wel heel leuk.
En dan heb ik hier mijn beautyhoekje. Met allemaal goodieboxies. Dit is een kerstcactus. Ja, hij zit mooi aan het groeien. En hij had ook mooie bloemetjes. Dus die zijn ook cute. En hier... Dit is mijn baby Groot Vittonia obifenis. Super cute. Dit plantje is zo ontzettend makkelijk. Als hij water nodig heeft, dan zie je hem gewoon hangen. En dan geef je het water en een paar uurtjes later staat hij er weer zo mooi bij. Maar dit is toch echt super schattig plekje hier. Ja. Love it. We zijn nu in de slaapkamer. Ga ik jullie wat plantjes laten zien die ik hier heb staan. De kamer staat hier op het zuiden, dus hier heb ik het meeste zon. We zitten heel hoog en de zon is wel echt heel sterk hier in de zomer. Dus ik heb niet heel veel plantjes hier staan, want anders verbranden ze. Dit is een koffieplantje. Super cute, houdt van sterke zon. Moet hem wel schoonmaken zo te zien. Dit is een ananasplantje. Er zat een grote ananasplant met een ananasje ook eraan vast. Maar die heeft nu 3 mooie baby's. Want de moederplant heeft het helaas begeven. Door de trips ook wel. Maar deze doet het ook nog super goed. Kijk deze super cute kussentjes dan. Hier heb ik een paar stekjes staan. En 2 cactusjes. Of een cactusje en een vetplantje. Dit is de Mammillaria hedri, als ik dat zo goed zeg. Super schattig cactusje. Laag. Lief. Dit is een Crassula ovata. Dit is een soort, ook soort dubbeltjesboom, maar dan harig. Hij is heel zacht. Die doet het niet zo heel erg goed. Nou, nu wel, maar die heb ik dan hier ook een stukje van. En daar ook een stukje van, maar die zijn nu heel erg zielig. Maar ja, die doen het niet zo heel erg goed. Hier heb ik een stekje van de dubbeltjesplant. Van die blaadjes die je net zag. Maar dan is dit het resultaat van 1 blaadje. Superleuk. Dit is de Echeveria elegans in zijn super cute potje. Doet het ook heel erg goed. En dit zijn kalangoes. Die en deze. Ik zal even het blaadje goed laten zien. Dat blaadje kunnen dus allemaal zaadjes komen, als ik het goed heb begrepen. En dan kan je die dus weer in aarde zetten en dan komen daar weer allemaal stekjes uit. Dit heb ik gekregen. Super lief. Dus ik hoop dat het wat wordt. Ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Dit is al zo'n stekje wat ik in de vensterbank heb staan, en dan, maar dan wat groter. En dat heb ik ook gekregen als stekje. Dat is ook super goed. Dan het hoekje. De Epipremnum aureum die in de woonkamer staat met een mospaal. Die heb ik dus in kleine stekjes geknipt. En die heb ik dus allemaal in bakjes gezet met perliet. Ik ga even laten zien hoe die er nu bij staan. Ik hoop niet dat je al te veel gesuis hoort, want het waait aardig hard. Ik heb dus de Epipremnum met een mosstok heb ik in stukjes geknipt met een wortel daaraan vast. In de hoop dat hij een groeipunt krijgt. Nou, dit zijn al die stukjes. En nou, deze doet het super goed, heeft wortels. Deze heeft ook super mooie wortels. Deze doet ook super goed. Die doet het super goed. Deze doet het trouwens nog beter, want hier komt dus een groeipunt. Dus daar komt als het dus ooit een nieuw blaadje. Ze hebben veel groeipunten. Deze heeft mega veel lange wortels. Deze heeft ook mooie wortels. En deze heeft zelfs 3 met groeipunten. Hier een groeipunt, daar een groeipunt en daar een groeipunt. Dus dit is echt... Oh, en hier ook nog een groeipunt. Kan je het zien? Ook nog een groeipuntje. En doordat ze dus in een bakje zitten met een deksel erop, is de luchtvochtigheid hoog en gaat het proces van wortels groeien gewoon een heel stuk sneller. Dus dat is hier dus ook gebeurd. Ik vind het echt heel erg leuk. Binnenkort ga ik ze in de pot stoppen en dan neem ik jullie daar ook wel weer in mee. Hier heb ik nog een laatste Erigevia, als ik dat zo goed zeg. Dit plantje heb ik vorig jaar in december gekregen met de kerst.
Hij had superveel groen. Het zat ook hier aan de bovenkant. En hij is dus zo goed gegroeid dat ze allemaal weg zijn. Hij is wel wat hoger. Het heeft nu wel een beetje een stammetje. Met worteltjes ook nog eens eraan. Het zat al in dit potje. Ik vind het een leuk potje erbij. Dus op deze ben ik ook wel heel trots op dat hij nu gewoon mooi gezond is. En lekker veel licht kan krijgen. En dat hij dan niet onder de gitter zit. Dit was de house tour. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het heel erg leuk. De meeste planten die ik heb, die komen van de Praxis, de Intratuin in Zoetermeer en Zevenhuizen. En heel veel komen ook bij Van der Spek vandaan. Dat zit ook in Zevenhuizen. Dit was de house tour. Ik hoop dat je het leuk vond. Misschien tot de volgende keer. En als je vragen hebt, let me know. Vergeet niet te abonneren en te liken als je deze video leuk vond. En dat helpt mij wel echt heel erg goed met welke content ik kan maken en wat jullie leuk vinden om te zien. Nou, tot de volgende keer. Doei!